Luca, jullie hebben vandaag opnieuw gezorgd voor een mooie tifo, hè, vanuit TSG. Ja, dat klopt. We bepalen eigenlijk voor het seizoen een aantal wedstrijden in een groep van 6 à 7 mensen. Binnen TSG dan uit van kijk, welke matchen gaan we een tifo doen? En ja, vandaag is dan de tweede thuismatch en topper tegen Anderlecht. Dus hebben we vandaag beslist om een tifo te doen. Het is eigenlijk wel een leuke tifo om Sint-Truiden nog eens in de kaart te brengen of in de picture te brengen. Dus dat doen we een aantal thuiswedstrijden per seizoen, ja. Daar moet waarschijnlijk heel veel tijd in steken om dat klaar te krijgen. Ja, uiteraard natuurlijk. Dus daar heb je heel veel voorbereidingen. Dus richting ontwerp sowieso al. Wat gaan we nu doen? Want het is wel de bedoeling om elke thuiswedstrijd of elke tifo een andere tifo of een ander beeld in beeld te brengen. Dus daarmee dat er toch wel redelijk veel voorbereiding qua ontwerp in zit. En dan natuurlijk de uitvoeringen. Wanneer zijn jullie begonnen? Hoe lang geleden zijn jullie begonnen aan deze tifo? Deze tifo? 2 weken geleden zijn we gestart met het tekenen. En dan de voorbije weken hebben we dan geschilderd. Maar het is eigenlijk niet zo heel veel werk geweest, omdat we altijd wel beroep kunnen doen op een goede groep van minstens 10 mensen. Dus dat, is wel goed. Maar dat moet toch ook wel wat kosten, hè, niet? Uiteraard, inderdaad. Het kost immens veel geld. En het probleem is natuurlijk het geld om het altijd wel betaald te krijgen natuurlijk. Omdat we willen toch een 5-6 tifo's minstens per seizoen doen. Dus er kruipt immens veel geld in, ja. Jullie gaan een collecte houden de volgende thuismatch dan, hè? Ja, inderdaad. Dus de volgende thuismatch thuis tegen Kortrijk binnen 2 weken gaan we een collectebus houden. Dus we gaan met een aantal mensen dan voor het stadion staan om dan geld in te zamelen voor tifo's en verdere acties te kunnen doen dit seizoen. Zit er iets, zit er een traditie achter die tifo's of ja, hoe is dat ooit eigenlijk ontstaan, weet je dat? Omdat wij uiteraard een sfeergroep zijn, dus het is wel altijd de bedoeling om hier in Staaien een sfeergroep te hebben. Trouwens, de sfeergroep, we staan ervoor om leuke tifo's te ontwerpen en elke wedstrijd wel een goede sfeer te kunnen creëren.